Dat was aardzat, man. Dat was, dat was raar. Stel nu voor dat er iets gebeurt in België, iets waar, een kerncentrale dat lekt of zo, of een aanslag. Nu gaat niet en dan weet je dat mensen die zo beslissing moeten nemen op dat moment stom dronken zijn. Fantastisch eigenlijk. Ik vind het een fantastisch land. Ik vind Anne Homans moet meer naar Beverhaam. Lisbeth. Lisbeth Homans. Ze is haar naam ook al veranderd.